koffie wordt gezet. Gezellig thuis voor de buis, lekker samen op de bank. En je kijkt er naar uit voor het laatste nieuws en het weer. De programma's en meer. Je eigen station. Tilburg Wijnstad en Tilburg Culinair werd dit weekend voor de 9e keer gehouden. Een zeer gezellig en vooral sfeervol feest. Het is de 9e keer van Tilburg Culinair. Tilburg Wijnstad bestaat al veel langer. 9 jaar geleden is er het evenement Tilburg Culinair erbij gevoegd. Als een aparte organisatie die dan, als je alles bij elkaar neemt, toch steeds meer een eenheid wordt. En dat is uiteindelijk ook het streven. Dat we een eenheid worden, maar u ziet, de combinatie van een twee is het een formule. Het is heel logisch. Een succesvolle formule en logisch. Ja. Het festival voor de inwendige mens werd geopend met vuurwerk in de vijver bij het speciaal aangelegde culinaire dorp op het Willemsplein. Na de openingswoorden van burgemeester Stekelenburg, vrijdagavond, ging het feest van start. Minister Annemarie Jorritsma was speciale gast. Nou, ik heb natuurlijk nog niks geproefd en ik heb ontzettende trek, dus... Bij mij mogen ze de soep wel serveren. Ja, wij zijn heel lastig natuurlijk. Het duurde even, maar het lag mee aan mij, want ik was een beetje laat. Ja. Had u wel tijd om te komen? Jawel, ik probeer altijd, het is al het vierde jaar dat ik hier ben, probeer altijd wel te komen. Lukt soms niet om op tijd te zijn, dat was dus vandaag ook weer het geval. Hebt u iets speciaals met Tilburg, met Brabant? Ik heb zeker iets speciaals met Tilburg. Wij hebben hier hele goede vrienden wonen, want dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik hier elk jaar kom. En u vindt het eten hier ook erg lekker, neem ik aan. Dat is niet te versmaden, kan ik u zeggen. Het is absoluut heerlijk. En ik vind het ook leuk, want je proeft bij allerlei verschillende restaurantjes wat. Dus dat is prima, leuk. Om de onderlinge banden te versterken, heeft de organisatie voor de tweede achtereenvolgende keer Turnhout uitgenodigd als gaststad. Tilburg, Turnhout liggen niet zo ver van elkaar. Vorig jaar hebben we hun uitgenodigd als gaststad, ook om... Die vriendschapsband waar de gemeente Tilburg ook al jaren mee bezig is. Wij dachten, laat ons daar ook eens iets aan doen. Ook weer een upgrading van het evenement. Het is vorig jaar zo'n succes geweest dat we ze dit jaar ook weer uitgenodigd hebben. Maar de bedoeling is dat dus na 2 jaar een andere gaststad uitgenodigd worden. Uit de buurt? Uit de buurt, ja. Ik vind het zelfs heel leuk dat de Tilburgse restaurants en ook de Belgische restaurants die erbij zijn, de handen ineens slaan. Om 1 keer per jaar dit zo'n activiteit te doen. Dat is natuurlijk ook eigenlijk ten behoeve van de eigen nering, om het zo maar eens te zeggen. Want mensen die lekker hebben gegeten bij een van de standjes gaan daarna natuurlijk ook in het echte restaurant nog eens een keer eten. Ja. Nou, dat is prima. Dus het is een mooie samenwerking tussen mensen die het leuk vinden om lekker te eten. En mensen die het leuk vinden om goed eten te serveren. En er ook nog uiteindelijk nog een paar klanten aan overhouden. Moet kunnen. Tilburg Wijnstad Tilburg Culinair staat niet alleen in het teken van hapjes en drankjes. Goed horecapersoneel is minstens zo belangrijk. Sonja van Doormalen is directrice van uitzendbureau Colibri. Dat is gespecialiseerd in horecapersoneel. Het is zoeken naar de juiste mensen, absoluut. Daar gaat veel tijd in zitten, veel inspanning. Het is een voordeel dat we gespecialiseerd zijn. We merken toch steeds dat mensen veel meer gericht gaan shoppen. En daar moeten we op een slimme manier, de juiste manier op inspringen. Tilburg Wijnstad Tilburg Culinair was de laatste zomertractatie van de gemeente Tilburg dit jaar. Tilburg TV maakte zaterdag en zondag een rondgang langs de diverse restaurantjes die meedoen aan Tilburg Wijnstad Tilburg Culinair. Wij zijn er vanaf het eerste jaar van Culinair nemen wij deel, dus dat is 9 jaar. En u kijkt daarop terug, op die 9 jaar, als zijnde een succes? Ja, absoluut. We hebben met de vaste deelnemers die mee hebben gedaan iets opgebouwd, denk ik, samen met die organisatie. Dat is gewoon een verschrikkelijk goed evenement en een evenement wat niet meer weg te denken is uit Tilburg, denk ik. Het was bijzonder grappig dat de minister hier gisteravond at, hè? Ja, inderdaad. Het was heel leuk. Samen met minister Jorritsma dan en samen met burgemeester Stekelenburg en de organisatie. Ja, dat waardeerde ik zeer. Nou, jullie zenuwachtig? Nee, we hebben wel meer
met dat soort namen te maken en dat soort grootheden. Dus wat dat betreft worden we er niet echt zenuwachtig van. Wat serveert u dit weekend? Wij serveren Napoleons aardappelsoep. Een van onze specialiteiten is dat ook. We serveren alleen maar specialiteiten hier, uiteraard. Lauwwarme kreeft en een kaasplateau. En hoe wordt daarop gereageerd door de mensen? Zitten ze lekker te smikkelen? Ja, absoluut. Als je dat gisteravond zag, zitten ze allemaal lekker met die kreeft, die kreeft eruit te halen. Dus dat is een, ja, te knakken. Dus dat is een waar feest. En we doen dat. Die kreeft doen we echt al 9 jaar, omdat mensen daar echt voor terugkomen. En ja, hier verder in de zaak kunt u het zien. Daar liggen de kreeften ook opgesteld. En ja, mensen blijven er ook voor staan. Hoe onze chef-kok ze warm maakt en hoe hij ze over de midden hakt. Dus wat dat betreft is dat een klein spektakel. Merkt u nou wat van de spin-off van de gebeurtenis hier in uw restaurant? Ja, je merkt heel duidelijk, vooral mensen, kijk, er komen hier natuurlijk heel veel mensen die jouw bedrijf al kennen. Het is ook een stukje waardering naar je gasten toe, dat je hier staat en je drinkt eens een wijntje met ze, je geeft ze een wijntje weg ook, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar daarnaast zie je ook mensen die in jouw zaak voor het eerst komen en zoiets hebben van, god, dan moeten we toch eens een keer gaan eten. En die zie je dan een week later zie je die in één keer in je restaurant. En dat is heel leuk. En vooral als je ze dan nog herkent natuurlijk. Ja. En ze even weer met een praatje met ze maakt een week later. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Oké. Nou, dit is de 9e keer. Wij doen vanaf de eerste jaar doen we mee. En we hebben verschillende leuke jaren gehad. En vooral in het begin was het een beetje aftasten. En kijken... hoe dat je de tent het beste in kunt richten, hoe dat we het beste de gerechten kunnen serveren. Maar gaandeweg de jaren hebben we steeds meer ervaring gekregen en ook het totale gebeuren, want het is een heel mooi plein. Ja. Dus enthousiasme bij jullie bedrijf? Ja, zeker wel. Want het heeft ook een uitstraling naar het bedrijf toe? Ja, enigszins wel. Het staat eigenlijk wel helemaal los natuurlijk. Het is een beetje anders ingericht. De gerechten zijn eigenlijk wel een beetje in overeenkomst met hetgeen wat we in de zaak zelf serveren. Maar we proberen door ons hier te laten zien ook wat mensen naar de zaak toe te krijgen. Ja. Wat staat er bijvoorbeeld dit weekend op de kaart? Nou, we serveren een lichtgerookte hechtham met veenbessenkompot en een gebraden wilde eendenborst met bessensaus. En als nagerecht kunnen ze dan een lekkere gegratineerd geitenkaasje serveren. Met acacia honing dressing. Je kunt er nog niet veel van zeggen van de dagen zoals vandaag, vanmiddag, vanavond en morgen. Maar gisteravond, hoe ging het gisteravond? Nou, we hebben natuurlijk het weer verschrikkelijk mee. Het is ontzettend mooi weer. Niet te heet en ook niet te koud. Dus de mensen moeten... En gisteravond hebben we geluk gehad dat het een paar keer flink geregend heeft. Want dan worden de mensen het plein afgejagen. En dan komen ze de tent in. Maar... Lekkages hier gehad? Nee, lekkages niet. Nee, maar we mogen toch niet mopperen. Het is altijd heel erg druk en leuk. En zeker vanavond en morgen zal het, zoals andere jaren, afgelopen jaren, zal het best wel een succes zijn. Ja, goed festijn dus. Ja, zeker wel. Centraal, bekend om de mosselen. Zijn er hier ook mosselen dit weekend? Ja, we hebben heerlijke mosseltjes. Inderdaad. Die serveren wij in een dekseltje. Die maken we klaar met knoflook en wat witte wijn, wat kruiden. En die doen we dus ook serveren vandaag hier in het Stadhuisplein. En een mooie witte wijn? Een lekkere witte wijn, ja. Het is een kookwijn wel, maar het is de luchttong en het is een mosselwijn gewoon. Doet Centraal al vanaf het begin mee? Vanaf het begin van culinair bedoelt u? Ik geloof het wel, zo lang werk ik nog niet, maar ik denk het wel, ja. En rond de mosselen, wat is er nog meer op de kaart? Ik heb als starter heb ik het trio van zalm. Dat is met een klein stukje gebakken zalm, een lekker gerookte zalm en een zalmtartaartje. Daar wat de bieslookdressing overheen. Dan heb ik dus als hoofdgerecht de mosselen en als nagerecht heb ik lekker karamelnotenijs met gebruneerde nootjes en wat karamelsaus. Maar dat kunnen ze ook bij jullie in het restaurant eten? Dit is eigenlijk een speciaal minuutje voor het voor het Stadhuisplein nu, voor culinair. Maar we hebben natuurlijk de mosselen sowieso bij je Centraal. Gisteravond was volle bak, denk ik, met een heleboel mensen, 1600 kaarten. Heb je dat flink gemerkt en wat verwacht je er nog van? Dat hebben wij flink gemerkt gisteren, want we hebben natuurlijk toch ook 2 tentjes. Want we moeten hier de tafelaar draaien ook mee. En dat hebben we gisteren zeker gemerkt. En ik denk dat het vanmiddag is het niet echt druk, maar misschien wordt het vanavond wel weer wat. En morgen natuurlijk, zondag is de drukste dag, denk ik. De tafelaar, voor de hoeveelste maal doet hij mee? Voor de 2e maal.
En waarom niet eerder? Omdat wij geen plaats kregen op het plein. En ook vanwege personele problemen. We hebben natuurlijk Hotel Brasserij Centraal er al staan. Moet toch wat extra mensen inzetten. En de gewone zaken gaan ook door. Ja, en dan is het toch moeilijk om in te vullen. En als je, nou, toen hebben we op een gegeven moment besloten van, ja, we kregen weer een aanbod. En toen hebben we toch ja gezegd. Ja. Maar u kon niet eerder meedoen. Is het zo druk? Is er een wachtlijst, zei u? Er is een flinke wachtlijst. Wat wij weten is er een wachtlijst, ja, toch misschien wel van een tiental restaurants. Is het reclame voor uw zaak? Ten eerste is het gezellig hier natuurlijk, maar is het ook, straalt het door naar de zaak zelf? Ik denk van wel. Mensen maken toch kennis, een beetje ongedwongen sfeertje. En ja, ik denk dat het toch wel aan het eind van de rit wat mogelijkheden geeft om toch naar je zaak toe te komen. Misschien ja. Drempelverlagend. Ja. Wat staat er op de kaart dit weekend bij de tafelaar? We hebben als koud voorgerecht een carpaccio van ossehaas met eendeleverkrullen. Dan hebben we als hoofdgerechtje een entrecôte met een saus van geconfijte knoflookteentjes. En als toetje hebben we een trio van chocolademousse. Dus dat en het kost niet zoveel geld, geloof ik, hè? Nee, ja, het varieert van twee trosjes tot drie trosjes. Het gaat met trosjes. Met trosjes. Ja. De regen gisteravond, even heel iets anders. Hebben jullie daar last van gehad? Ik was heel blij dat de regen zo laat kwam. Het sfeertje honger. En ja, de drempel was was verlaagd en ja, god, in die regen, ja, dat maakte toen niet meer uit op het eind van de avond. Gaat de tafelaar in de toekomst altijd meedoen? Jazeker, wij geven dit niet meer weg. Een bijzondere stand, die ziet er heel anders uit dan de andere stands, hoe komt dat? We hebben er dit jaar voor gekozen om het eens een keertje uit te besteden, om te kijken wat daaruit komt. De gordijnen zijn van onszelf en we hebben de basis hebben we opgesteld. En daarna zijn er de mensen van Mondial die het in hebben gericht. Die zijn een aantal stoelen komen afleveren en eventjes kortsluiten wat wij willen, wat zij willen. En die hebben hier in principe hun spulletjes tentoongesteld. Ja, die zijn te koop? Die zijn te koop. De mensen die hier binnenkomen, die gaan op stoelen zitten en er zit inderdaad ook een prijskaartje op. Overal hebben ze hun naam en de prijsjes opgezet, zodat de mensen inderdaad kunnen kijken van nou, dit is leuk, wat kost het, waar kan ik het halen? Okay. Terug naar het eten. Voor de hoeveelste keer doet het pakhuis mee? Vanaf het begin, ja. Dus oude klant? Oude klant, vanaf het eerste jaar. Wat staat er op de kaart bij jullie? We hebben als voorafje heerlijke kikkerbilletjes in een provinciaalse kruidensaus. De hoofdgerechtjes is een lekkere konijnrugfilet met een saus van trappistenbier. En het nagerechtje hebben we een lekker appelparfait. En dan wordt een lekkere warme karamelsaus bijgeserveerd met stukjes appel. Klinkt goed. Is ook heel lekker. Heel lekker. Hebben jullie last gehad van de regen gisteravond? Zomaar even tussendoor. Ja, gisteravond rond een uur of half elf begon het terecht uit te gooien, het water. De mensen lopen dan niet meer rond en blijven eigenlijk in de steentjes. Een hoop mensen vluchten naar de grote tent, dat is veilig, daar komt niks naar binnen. Dus eigenlijk rond een uur of half elf uur is hier eigenlijk een beetje terug aan het lopen geweest. Hoe kijkt u nou terug op dit festijn? Is dit belangrijk voor de stad? Is dit belangrijk voor jullie zaak? Zeker belangrijk voor de stad. Het is natuurlijk een evenement wat veel mensen trekt en het hoort er gewoon bij. De mensen kunnen zien wat er allemaal in Tilburg te eten is. Komen misschien bij restaurantjes waar ze anders nog niet eens het bestaan van afweten. En het wordt natuurlijk steeds groter en mooier en professioneler. Ja. En iedereen doet gewoon zijn best om zijn eigen stijl naar buiten te brengen qua restaurant. En dat is gewoon gezellig. Dus jullie doen nog wel 100 jaar mee? 100 jaar weet ik niet of we dat halen, maar we zijn er voorlopig nog altijd bij. Oké. Zaterdagochtend werden in het Paleis Raadhuis proefsessies van het wijnconcours voor de Benelux voor de beste wijn gehouden, als mede de trofee Buzet voor de beste amateurproever uit de Benelux. Zaterdagmiddag rond 5 uur vond de prijsuitreiking van het Gouden Penneke plaats, een hobbykookwedstrijd voor amateurs. Nummer 3 is geworden team nummer 10. Ja, ik moet niet de vraag dadelijk aan of ze gezellig gekookt hebben. Die heren die stralen het uit vanmiddag, dus ja, dan kan het al bijna niet meer misgaan. Van harte gefeliciteerd met de derde plaats. En bent u er blij mee? Ja. Nou, gelukkig. U had erop gerekend met de gouden knopen. Dus,
Dan gaan we verder naar de nummer 2. Team nummer 5. Deze heren zijn al eerder boven geweest, dus die weten de weg. Zo heren, ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Zo, voor een mooi gerecht de tweede plaats, de medailles en de bijbehorende prijzen. Ook weer van Triesta, ze blijven ditmaal in België. Nummer 1 is dezelfde als vorig jaar, team nummer 14. Die ken ik nog, dat is de heer Meulenbroek. En daar staat Elle bij. Ditmaal ging het motto op Les Best. Er was even iets fout gegaan, dat hebben ze hersteld. Maar, en vraag niet hoe. Twee kanjers. Dames en heren, ik geef nog een extra applaus. Ongeveer een uur later, rond 6 uur op zaterdagavond, vond de inwijding plaats van het Sint Laurentius Gilde in de Heikense Kerk. Tijdens Wijnstad Culinair werd ook het Grand Concours Laurent Perrier gehouden. Een concours voor de lekkerste wijn-spijscombinaties. Van harte welkom bij de prijsuitreiking van het eerste concours, Grand Concours Laurent Perrier. Directeur van Laurent Perrier, Bertrand de Furian, was bij de prijsuitreiking aanwezig. Yes, it is a great pleasure and a great honor to be associated with the Grand Concours today, and it's a good association with Laurent Perrier, our 200 years tradition of quality, to be associated with Tilburg, which is famous for the wine and the food. Er waren 4 categorieën: witte wijn, roséwijn, rode wijn en dessertwijn. En zoals dat gaat bij prijsuitreikingen, waren er ook prijzen. En dit is de prijs. Dat wil zeggen, in 4 categorieën: witte wijn, roséwijn, rode wijn en nagerecht wijnen, gaan wij aan een restaurant in Nederland of België een wisselbeker overhandigen. Dit is de wisselbeker. Daarnaast krijgt de winnaar een mooie, die heeft Jaap in zijn hand. Wat Jaap heeft is de wisselbeker. Jaap, wisselbeker. En dit mag je dus houden, die hele mooie mag je houden. Daarnaast is er natuurlijk champagne, Magnum champagne voor alle deelnemers. Dus iedereen krijgt als het ware een prijs, dat we zeggen alle finalisten krijgen een prijs. De witte wijn winnaar, wijnspijscombinatie met een gerookte tongschar met een julienne van groenten. Yes! Yes! L'Hermitage in Rijshoort. Vader en zoon Klein, van harte gefeliciteerd. De wijn die gekozen is, u ziet misschien
Regina van der Meij hier. De wijn die daarbij gekozen is, is een Grüner Veltliner uit Oostenrijk. Voorwaar geen gemakkelijke keuze. En misschien een extra compliment waard dat juist een droge wijn uit Oostenrijk in combinatie met de gerookte tongschaar een prijs in de witte wijncategorie heeft gehaald. Hartelijk gefeliciteerd. Rosé-wijnen. Een, kan ik u zeggen, een hele moeilijke categorie. Vooral omdat er niet zoveel inzendingen waren om daar mee te beginnen in de rosé-categorie. Ook omdat het niveau in de rosé-wijnen moeilijk is. Desalniettemin een heel groot compliment voor de winnaar in de rosé-categorie. Want die stond in een combinatie, in een serie van 5 wijnen, die bepaald moeilijk was. En het doet mij daarom extra plezier om de Rosé-prijs, de Rosé-categorieprijs, uit te reiken aan de Libreien in Zwolle. Yeah. Johnny en Therese. Johnny en Therese Boer. Van harte gefeliciteerd. U kent de Libreien ongetwijfeld, zij grossieren al in prijzen en dus hier ook. Dat zegt wat. De inzending van de Libreien was een tartaar van IJsselrund, gecombineerd met een mayonaise, gecombineerd met kappertjes en uitjes. En daarbij een Italiaanse rosé van Garofoli. En voorwaar een voorbeeldige combinatie waarbij wijnspijs samen een hele mooie harmonie vormde. Van harte gefeliciteerd. Hebben we ervoor gekozen om de prijs te geven aan Bios. Aan de ene kant met een heel modern fusion gerecht. En aan de andere kant aan Valuas. Met een Valuas met een heel gedurfd lamsworstje. Maar een twee combinatie die bijna heel lekker was. De chocolade. Het chocoladetaartje met een Madeira daarbij, ingezonden door de Zilverpauw in Brugge, België. Burgemeester Stekelenburg kreeg ook een fles overhandigd. Onze burgemeester, u en de onze, meneer Verzeeburg, dank u wel dat u hier gekomen bent. Al deze mensen die hier staan, al deze mensen uit Tilburg en omstreken, hebben gezorgd dat vandaag Tilburg met de rest van Nederland een buitengewone aansluiting heeft gemaakt en een succes die ze weer gaan weekend. Ik dank u allemaal. En de burgemeester met uw collega's in het bijzonder voor het succes dat we samen bereikt hebben. Zonder u was het niet mogelijk geweest. Dankjewel. Merci. Dit was een samenvatting van Tilburg Wijnstad Tilburg Culinair van dit jaar. De organisatie nodigt u alvast uit voor volgend jaar. Ook dan wordt Tilburg Wijnstad Tilburg Culinair eind september gehouden in de Tilburgse binnenstad.
We hadden vandaag een droge dag en het kwik steeg met gemak tot 18 of 19 graden. Later in de middag kwam er meer bewolking en ook zwaardere bewolking en daaruit kon een enkele bui vallen. Vanavond en vannacht zullen er talrijke en zware buien vallen met onweer en windstoten. Het kwik daalt tot ongeveer 12 graden. In de loop van morgenochtend zal de meeste regen wel weer vertrokken zijn en wordt het weer wat droger en is er ook wat meer kans voor de zon. Ook morgen is het niet koud, ongeveer 18 graden. Het blijft voorlopig wisselvallig en ook flink nat. De buien met veel regen en onweer blijven ook. Na het weekend volgt wellicht wat kouder weer, maar het wordt wel wat droger. De temperaturen variëren tussen de 16 en 19 graden. WM&M, het multimediabedrijf van Midden-Brabant. WM&M heeft televisie, kabelkrant, radio, internet, teletext en maakt videoproducties. Met een spreiding in heel Midden-Brabant is WM&M uw multimediapartner op audiovisueel gebied. Bel 013 582 0093 voor een informatiepakket. Dames, opgelet! Zoekt u iets leuks of speciaals op het gebied van moderne dameskleding, gelegenheidskleding of sfeervolle chique avondkleding? Kom dan eens kijken bij Madonna Mode. U slaagt bij Madonna Mode altijd door de ruime collectie en de betaalbare prijzen. Madonna Mode, gevestigd aan de Trouwlaan 197 in Tilburg-Zuid, vlakbij Mevio Schoenen. Zij gaat naar de meubelpoort. Hij gaat naar de meubelpoort. Ja, en ook deze mensen gaan naar de meubelpoort. En dat is goed te begrijpen. Voor blanke en donkerrijke meubels, zitmeubels, wandmeubels en eethoeken of spiegels heeft de meubelpoort in de Koestraat de ruimste collectie. De meubelpoort, Koestraat 113, Tilburg. Voor betaalbare meubels. De meubelpoort, voor iedereen. Your house and hang out in your rafters. You could be my Mr. Adams, I could be your Casper. I'd share with you my afterlife of the unexplained. I walk through your walls. Degene die dus de bal aangooit om de slagvrouw te verrassen. Ik ben begonnen bij Tilburg. Ja, 11 jaar geleden heb ik 7 jaar gespeeld. Toen heb ik 1 jaartje bij Roef in Orkestro gespeeld. Daarna ben ik dus gevraagd door HCW in Bussum. Dus ik heb 3 jaar lang daar gespeeld en 3 jaar lang op en neer gereden naar Bussum heen en weer. Nu speel ik bij Gambro Twins. Het Nederlands kampioenschap en het Europees kampioenschap heb ik samen met HCW behaald. Tot nu toe ben ik 1 keer Nederlands kampioen en 1 keer Europees kampioen geworden. Ik vind het leuk om samen met vrienden en collega's eventueel een pilsje te gaan drinken na het werk. Dat is altijd erg gezellig. En slapen vind ik ook heel erg belangrijk. Het hangt er vanaf of je tegen welke club je speelt en in wat voor belang je bent, zeg maar, als sportvrouw. Tegen de meeste clubs ben ik alleen pitcher, omdat ze dan een andere slagvrouw, zeg maar, voor je inzetten. En soms is het van belang dat je zelf ook moet slaan of eventueel buitenveld speelt. Ja, ik train 4 keer in de week. 2 keer met mijn club en 2 keer zelfstandig. En dat doe ik ook door middel van training geven aan jonge meiden. En daar leer je natuurlijk ontzettend veel van, omdat je hun aanwijzingen moet geven en daardoor zelf ook stil bij gaat staan bij de dingen die je zelf ook verkeerd of anders moet doen.
HCW is een van de topclubs in Nederland. Op dit moment speel ik dus bij Gambro Twins. En dat is uiteraard ook een van de topclubs in Nederland. En dat kun je inderdaad vergelijken met Ajax, PSV en dergelijke clubs. In Amerika en Australië en Japan, China ook, zijn inderdaad teams die voor bedrijven spelen en dus ook daadwerkelijk betaald worden. Dat is ook wel een heel ander niveau als in Nederland. Hier in Nederland is het zo dat je inderdaad op amateurgebied je sport beoefent. En er is één meisje in Nederland die tot prof doorgedrongen is, maar die is ook wel heel erg goed. Ja, op dit moment is Italië inderdaad heel goed vooruit gegaan op alle fronten. Ze hebben dit jaar alle prijzen gepakt, dus zowel het Olympische kwalificatietoernooi als het Europees kampioenschap en beide Europa Cups. Het is vaak zo dat de finales tussen Italië en Nederland gaan. En ja, je kunt goed merken dat de Nederlandse selectie van Nederland verjongd is. En dat ze dus bij Italië gewoon echt nog de oude rot, om het zo maar te noemen, erin hebben zitten. Mijn doelstelling is inderdaad om toch wel het Nederlands team te gaan halen en eventueel erbij te zitten bij de kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2004 in Griekenland. Daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over zeggen. Ik geef natuurlijk wel al training aan jonge meiden, vooral op pitchergebied. En ik, zover ik het nu kan beoordelen, denk ik ook wel dat ik, als ik ooit stop met softbal, dat ik zelf coachcursus ga doen en inderdaad een team onder me ga nemen.